guys, welkom in een nieuwe video. Ik had laatst op mijn Instagram stories laten zien dat ik zelf een cold brew koffie had gemaakt. Dat was echt een super makkelijke manier. Redelijk snel wel, budgetproof. En ondanks dat het nu nog echt winter is, het regende en hagelde net zelfs buiten, heb ik toch af en toe zin om mijn warme koffies een beetje af te wisselen met echt een lekkere ijskoffie. Op een gegeven moment komt de lente eraan. Ik weet bijna zeker dat het in één keer er is. Dan willen we natuurlijk wel heel graag die ijskoffies maken. En dan heb je al deze video online staan. Ik ben hier met lieve Barbar. Hallo vriend. Hallo. Oké, niet. Ik ga nu eventjes naar de keuken, want dat is natuurlijk waar wij de koffie gaan maken. Zo, en mocht je het afvragen, dit is trouwens niet door mij bedacht, helemaal niet. Ik heb het gewoon via diverse andere recepten bij elkaar gesprokkeld. En ik doe het eigenlijk wel vooral een beetje op gevoel. Dus ik ga jullie niet heel erg bepaalde afmetingen meegeven. Maar ik laat gewoon een beetje zien wat ik doe. Dat zorgt er eigenlijk ook wel voor dat het gewoon lekker makkelijk is. Dus je niet allemaal dingen hoeft klaar te zetten. En dat soort dingen. Maar ik heb wel een paar dingen die je nodig hebt om deze cold brew koffie dus te maken. En dat ga ik je nu even laten zien. We beginnen met koffie. Dit is gemalen koffie. Deze is van Starbucks. Ik heb ook gehoord en gelezen in recepten dat je ook gewoon hele goedkope gemalen koffie kunt gebruiken. Dus dat maakt het nog meer budgetproof. Dus kijk zeker eventjes bij jou in de supermarkt of als je thuis hebt liggen. Maar het is in ieder geval dus belangrijk dat het helemaal gemalen koffie is. Dit is een waszakje. Hier doe je wel eens bijvoorbeeld je ondergoed in, je BH's. En ik heb gekozen voor deze. Zie je dat dit een hele fijne stof is. Dus hij is heel fijntjes. Je hebt ook wat van die waszakjes die veel grover zijn. Die zijn niet geschikt. Deze heb ik volgens mij bij de Action vandaan. Hij wordt wel een beetje vies. Dus ik gebruik dit zakje echt alleen voor deze koffie maken. Daarnaast heb ik ook nog een lapje katoen. En dat heb ik omdat hier door deze stof toch nog een klein beetje koffie heen gaat. En die zorgt ervoor dat de allerlaatste beetjes van het koffieprut eruit worden gezeefd. In het glas. En dat is namelijk het volgende item dat je nodig hebt. Je hebt niet precies deze wekpot nodig. Eigenlijk gewoon elke pot is gewoon geschikt. Als er maar iets is waar je koffie in kunt laten weken. Ik denk dat het nu tijd is om aan de slag te gaan. Want het is echt gewoon super makkelijk. En ik ben veel meer aan het kletsen. We gaan gewoon beginnen. Zo, dus hier heb ik de pot. Nou, zoals ik net al zei in het begin. Ik doe het allemaal een beetje op gevoel maar. Nou, ik stop hier gewoon best wel wat van in de pot. Dit is misschien wel weer heel veel. Nou ja, ik ga gewoon heel veel maken. En dit ga ik nu aanvullen met heel wat water. Ik denk dat ik gewoon bijna helemaal te boven ga komen. Omdat er toch best wel wat koffie in zit. Nu zijn er volgens mij vast wel afmetingen die je moet doen voor hoeveel koffie je gebruikt. En hoeveel water je daarvoor moet gebruiken. Vorige keer heb ik ook gewoon maar wat gedaan. Maar heb ik wel ongeveer 1/4 koffie en dan 3/4 water gedaan. Of was het 1/3 koffie, 2/3 water? Iets in die trant. In ieder geval, het werd echt een super goede, sterke koffie. En daar doe ik gewoon koud water bij trouwens. Dus dat is ook wel heel erg makkelijk. Want dat komt natuurlijk gewoon zo meteen uit de kraan. Oh nee, wat ben ik aan het doen? Oké, jongens. Ik heb echt net de meest grote fill ever gedaan. Want ik liet jullie zien dat je natuurlijk dit zakje gebruikt voor je koffie. En ik heb hem gewoon helemaal niet gebruikt. Ik ben zo'n idioot op dit moment. Oh. Oké, ik ga je nu uitleggen wat ik net fout heb gedaan. En wat ik nu heb gedaan om het op te lossen. Allereerst, wat heb ik fout gedaan? Ik vat daar eventjes niet met mijn volledige concentratie bij over wat ik moest doen voor dit recept. Ik heb het gelukkig wel op zich kunnen oplossen. En het is zeker niet verspild of wat dan ook. Dus wij gaan gewoon morgen alsnog een super goede, lekkere, koude koffie hebben. In principe wat ik net had gedaan, dus alle koffie hier direct in het glas doen, is niet fout. Het enige wat zo handig is aan dit zakje is dat het gewoon helpt als extra filter. Dus als morgen de koffie klaar is, kan je gewoon zo hup het hele zakje eruit halen. En bijna alle koffieprut gaat mee het glas uit. En dat is gewoon super chill. Want als we morgen de alle laatste beetjes koffie gaan affilteren met behulp van dit doekje, blijft niet heel veel koffieprut achter en kan de koffie daardoor makkelijker eruit lopen. In dit zakje zit dus de gemalen koffie, dichtgeritst zodat het allemaal niet uit kan vallen. En het is nu dan heel belangrijk dat alle koffie die hierin zit, dat die wel lekker nat wordt en dat dat dus nu goed aan het trekken is. En wat
ik dan nu doe is gewoon de pot sluiten. En dat is wel het fijne aan zo'n wekpot, dat die gewoon lekker afgesloten wordt. Dat er dus geen vuiltjes of andere dingen in kunnen. En dan zet je deze nu in de koelkast voor 16 of 18 uur. Dus dat betekent dat we daar wel dus zeker een hele dag op moeten wachten. Hoppatee. Jij gaat daar. En dan zie ik jou morgen. Zo, het is inmiddels de volgende dag. We zijn een aantal uur verder nadat wij deze pot met koffie in de koelkast hebben gezet. Dus dan is het nu tijd om de cold brew af te maken. We gaan het zakje met alle koffieprut, die gaan we hier uithalen. Omdat ik dus gisteren niet helemaal goed heb gedaan, is het deze keer iets meer een rommeltje. Omdat je hier dus aan de buitenkant ook nog wat koffieprut hebt zitten. Maar normaal gesproken zit bijna alle koffieprut gewoon in dit zakje. En kan je hem gewoon heel makkelijk zo eruit halen. Ik wring het nog een klein beetje uit. En trouwens, het mooie aan dit recept is dat je nu deze overgebleven koffieprut kunt gebruiken. Om bijvoorbeeld zelf een lichaamscrub mee te maken. Of een scrub voor je gezicht. Je kan gewoon alle koffieprut dat dus in het zakje zit in een potje doen bijvoorbeeld. Doe er wat kokosolie bij en het is gewoon een hele natuurlijke scrub. En op die manier ben je het dus nog een keer aan het gebruiken. Dus dat is ook wel heel erg mooi meegenomen. En wil je dat niet, dan kan je het gewoon weggooien in de prullenbak. En mij is ook verteld dat het gewoon door de gootsteen mag. Nu gaan we het katoenen lapje gebruiken die ik jullie eerder al liet zien. Die leggen we gewoon erop. Ik heb hier een elastiekje. Die gaat eromheen. En dan ga ik dit koffiemengsel overzetten in een groot glas of iets anders van een pot. Zodat we dus die koffiedrap eruit kunnen gaan filteren. Zo, hoppatee. Ik heb hier een andere kan. En wat we dan nu gaan doen is dit. Zo, en na het zeven is dit hoe je lapjesstof er een beetje uitziet. Maar dit kan je gewoon heel makkelijk weer onder de kraan eruit wassen. En dan wordt hij weer bijna zoals nieuw. Zo, en wat je nu overhoudt is deze hele kan met de cold brew koffie. Zoals je aan de kleur kan zien is die aardig donker. En dat betekent dus ook wel dat die aardig sterk is. En dat vind ik zelf ook wel heel erg lekker. Maar hoe sterk je maakt hangt er dus helemaal zelf vanaf van hoeveel water je erin doet. En hoeveel koffie. Maar met deze kan, ik denk dat ik hier zeker wel iets van 8 of 9 ijs koffie van kan maken, omdat ik maar een klein beetje nodig heb, omdat hij dus zo heel erg sterk is. Wat trouwens een bijkomend voordeel is aan deze techniek om koffie te kunnen maken, is dat dit gewoon al een hele koude substantie is. Dus deze is gewoon echt klaar om gelijk een koffie mee te kunnen maken. Nou, daarover gesproken, ik ga jullie ook meteen eventjes laten zien hoe ik mijn iced koffie maak. Klein scheutje van de koffie. Oh, en trouwens eventjes voor de oplettende kijker. Ik weet dat ik ook gewoon zelf mijn ijsblokjes kan maken in herbruikbare ijsblokjes vormen. Maar 1, ik was dat vergeten om te doen. En 2, ik vind de zak eigenlijk stiekem ook wel heel erg makkelijk. Maar ik weet dat ik daar misschien comments over krijg. Ik dacht, ik dek mezelf heel eventjes in. Ik ben me ervan bewust. Ik doe nog eventjes een scheutje melk. En dit moment vind ik altijd echt het allermooiste om te zien. Dus ik ga jullie eventjes er goed voor zetten. Oeh. Mag trouwens nog wel iets meer koffie bij. Is een beetje aan de lichte kant. En om het helemaal af te maken, maar dat is helemaal naar eigen smaak, vind ik het wel lekker om af en toe nog eventjes een scheutje koffiesiroop erbij te doen. Deze is in de karamelsmaak, vind ik altijd wel heel erg lekker. Maar dat doe ik gewoon af en toe als ik echt een beetje zin heb in een beetje wat zoet. Klein scheutje. Nice. Ja, het smaakt gewoon weer echt super lekker. En hij is vooral echt heel erg koud. En dat is wel heel erg fijn, zodat de ijsblokjes niet meteen gaan smelten. Want dan krijg je echt zo'n hele waterige boel. Dus ik ga deze kan gewoon nu in de koelkast zetten. Misschien dat ik later vandaag nog een slokje neem. Of dat ik hem gewoon bewaar voor de rest van de week. Dus afhankelijk van hoe vaak jij koffie drinkt, kan je gewoon echt met één keer eventjes wat voorbereiding doen. Gewoon voor de rest van de week klaar zijn. En dat vind ik wel heel erg chill. En dat zorgt er ook voor dat het gewoon wel een hele snelle manier is om je ijskoffie te maken. Ook al moet je toch de koffie eventjes 16 tot 18 uur laten
brouwen, brewen, weken, trekken. Trekken, dat is het woord. Nou jongens, ik ben super benieuwd wat jullie van dit recept vinden. Ik ben hier wel echt super blij mee. Het is gewoon lekker chill. Zeker een recept wat ik de komende tijd voor de hele lente en zomer nog ga lekker blijven gebruiken. Want dan is het gewoon super chill om iced koffies te kunnen maken. En ik ben heel erg benieuwd of jullie ook wel eens een iced koffie drinken. Of je dit ook wel eens zelf maakt. En als je dit recept nog niet kent, of je zelf thuis ook gaat uitproberen, laat me eventjes weten in de comments. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen voor deze video. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende. Bedankt voor het kijken. Doei doei!